Ik heb een tweelingbroer en wij zijn geboren in 1967. En dat was de tijd dat ouders zo'n beetje alles gelijk stelden voor hun kinderen. Nou, zeker voor een tweeling. Dus wij werden gelijk gezien, gelijk behandeld. Dus wij kregen ongeveer evenveel te eten, ook als je niet zoveel honger had. We kregen evenveel straffen, ook als je niks gedaan had. En wij moesten even laat naar bed. En daar heb ik nog een gevoel bij. En dat wil ik met je delen, omdat dat consequenties heeft, denk ik, voor hoe we nu naar kinderen zouden kunnen kijken. We moesten even laat naar bed, maar ik had eigenlijk nooit slaap als wij naar bed gingen. Dus als wij een kus kregen, de lamp ging uit, de deur ging dicht, dan lag ik nog klaar wakker. En op een gegeven moment, als mijn broer sliep, vond ik het niet meer gezellig, want dan lag ik daar alleen. En zo soms durfde ik het dan toch weer om op te staan. En dan vroeg ik mijn ouders of ik nog even op mocht blijven, want ik had geen slaap. En meestal zeiden mijn ouders iets in de trant van, nee, ga maar slapen, want slaap je niet, dan rust je toch. Dat soort van wijsheden die werden blijkbaar gedeeld en over ons uitgestort. Maar ik merkte, en dat kan ik nog terugvoelen, dat ik dan helemaal niet rustig werd en niet tot rust kwam. Sterker nog, mijn hart bonkte in mijn keel. Volgens mij had ik een rood hoofd. En ik weet dat ik eigenlijk maar twee mogelijkheden had dan. En ik denk dat dat geldt als een patroon wat heel veel kinderen ervaren. En dat is dat je of je probeerde terug te trekken, gerustig te worden, soms bijna onzichtbaar. Of dat je je ging verzetten. Ik heb daar mijn eigen keuzes gemaakt. Maar als ik nu kinderen zie die zich terugtrekken, rustig worden, vaak staat er lief op het rapport, zeker bij jonge kinderen. Of gaan verzetten, dan moet ik altijd aan zo'n moment denken. Dat een kind bijna de overweging maakt van accepteer ik het niet of probeer ik terug te gaan naar mezelf. Ik weet dat ik die slaap niet nodig had op dat moment. En dat het vervelend was voor mij om niet te kunnen communiceren. En ik weet dat ik daar mijn eigen weg heb gekozen. Ik denk dat het belangrijk is als we nu naar kinderen kijken. Dat we ze niet te snel vergelijken met anderen. Niet alleen met tweelingen, maar ook met andere kinderen in families, in klassen, etc. Dat we ons proberen af te vragen: wat heeft dit kind nodig? En dat betekent niet dat je voor elk kind overal een uitzondering op moet maken, maar dat je goed moet horen, aanhoren, luisteren: wat is het ritme, wat is het wezen, wat is het, de aard van dit kind? En de een eet wat meer, en die groeit wat harder, en de ander leest wat meer, en de ander die sport wat sneller, en de ander. Als we echt proberen te verstaan wie de ander is, kunnen we beter aansluiten bij wie de ander is en wat hij daar nodig heeft. Als kinderen in het verzet komen of zich terugtrekken, twee kanten van exact dezelfde medaille, ontkoppeld kunnen raken van zichzelf, omdat ze niet goed in de verbinding staan, omdat we niet goed verstaan wat de ander nodig heeft, dan zijn het signalen om op zoek te gaan. Niet om te doen. Wat dat kind wil, altijd zomaar. Maar in ieder geval om jezelf af te vragen: waarom doet hij wat hij doet, waarom zegt hij wat hij zegt? Kunnen we dichter bij elkaar komen om het zo gemakkelijker te maken of op zijn minst van elkaar te leren? Niet hetzelfde, iedereen is anders. Het is een zoektocht. Probeer die zoektocht dan ook open te houden.